Ja, natuurlijk, Fischer hier weer. En vandaag Gears of War Ultimate Edition hier op mijn kanaal. De beta van Gears of War, die over een paar maandjes uitkomt in ieder geval. Op de Xbox. Xbox One om precies te zijn. En wil je meedoen aan die beta, dan kan dat gewoon. Die kan je gratis downloaden. Link zal ik in de beschrijving zetten. Is altijd wel leuk natuurlijk. Het moet wel natuurlijk een Xbox hebben, want het is echt een Xbox-only game. Maar ik vind het toch leuk om dit te laten zien. Het is een van mijn favoriete games die ik vroeger gespeeld heb met Paul samen. Voordat ik aan YouTube deed. Voordat ik zelfs aan COD deed. Toen speelden we heel veel Gears of War 1. En dit is de remake van Gears of War 1. En het is super leuk dat er twee mappen zitten erin, in die beta. En dat is de map Kennels en Gridlock. We gaan kijken welke map ik nu als eerste laat zien. Ik denk dat ik ze even allebei laat zien. Dat vind ik wel leuk namelijk. Ja, het is gewoon gratis. Je kan lekker downloaden en lekker mee spelen. Ik ben er best goed in toen de tijd. Maar ja, ik ben natuurlijk wel een beetje wennen. Ik ga ondertussen even zoeken. En ik had net een potje gespeeld. 12-10. Ja, het zijn niet wat je zegt van hele grote scores of zo. Maar het zijn gewoon, ja. Hoe moet ik het uitleggen? Ja, je wint gewoon met 10 kills, 12 kills. Weet je, het zijn geen Call of Duty stijl dat je gewoon 50, 60 kills maakt en dat je dan wat laat zien. Het is al super vet dit. Ik heb dus net nogmaals een potje gespeeld. Even kijken of ik het nog kan, zeg maar. Ik ga een beetje proberen uitleggen hoe het werkt ondertussen onder de ding. Ik ben in ieder geval de locust. Locust zijn slechteriken. Locust betekent trouwens springhanen, dan weet je dat. Je kan een standaard poppetje inspelen. Ik ben General Ram, dat is de baas echt, zeg maar. En standaard speel ik met de Assault Rifle, zeg maar. En de Gnasher, de shotgun is dat, de Gnasher. En we gaan spelen op de map Gridlock. Ik speelde net Kennels, dus leuk. Dat ik nu eventjes voor mezelf in ieder geval twee keer even verschillende mappen speel. Maar nogmaals, ik ga ze wel voor allebei laten zien. Ja, ik zie dat er nog iemand nodig is. Het zijn lobby's van 4 tegen 4. En geloof me, je wilt niet meer mensen hebben in zo'n game, zeg maar. Dat is gewoon fucking veel te druk en niet lekker om te spelen, gewoon, zeg maar. Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Je begint gewoon aan de ene kant, en de andere team begint aan de andere kant. Het is, ja, zo simpel eigenlijk. De mappen zijn ook echt helemaal, zeg maar, dat ze gewoon helemaal gelijk zijn. Hè? De ene kant is precies hetzelfde als de andere kant, alleen gespiegeld. En dat maakt het game wel heel erg eerlijk. Nou, we zien, heb ik er eentje bij? Ja, we hebben er eentje bij. Dat is mooi, in ieder geval. Staat redelijk snel op, voor een beta. In Nederland is het niet zo heel erg populair, helaas, deze game. Wat echt super zonde is, want, ja. Het is gewoon hartstikke vet om te doen. Wat vet is ook aan deze game, is dat er gewoon overal wapens liggen. En die moet je gewoon oprapen. Dus sterkere wapens. Je begint gewoon met een standaard een assault rifle en een shotgun. En ja, dit is dan die toren in het midden. En dit is de gridlock, zoals het heet. Grafisch gezien is het al super vet. Kijk, het lijkt net alsof je rent. Alsof je een cameraploeg achter je hebt. En dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling daarvan. Oh, je hebt hier nog geen wapen, nee, zie ik hier. Hier, ze gaan een stun-grenade gooien. En ik ben. Oh, 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 oh. En ik ben. Oh, 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 oh. Ik ben down. Je kan helemaal wegrollen en tegen de muren aangaan om dan, ja, zeg maar. Te coveren, zeg maar. Super vet. En het lijkt dus inderdaad als je rent alsof je net een cameraploeg achter je hebt. En dat is eigenlijk, kijk, dat is eigenlijk een beetje de bedoeling ervan geweest. Vroeger. En dat is wel super vet. Je ziet ook dat je gewoon spawn protection hebt in het begin. Geloof me. Dat is wel handig. Als je schiet ook, kijk, je schiet zo. Dan kan je reloaden met de wat is het, RB-button natuurlijk. En dan heb je een active reload, zoals het heet. En dan zijn je kogels zijn wat sterker. Je ziet dat knipper ook van je kogels. En dat is bullshit eigenlijk. Shotguns zijn echt vet overpowered in deze game. Maar je moet wel close range, dat scheelt wel hier. En kijken, hier zie je de stand. Je ziet ook, dit is Team Deathmatch zoals het heet. En bovenaast hier staan dat wij nog 6 levens hebben. En dan heb je dan nog 4 laatste levens, zeg maar. En ja, als je dan de levens, zeg maar, opmaakt van de tegenstander. Dan, dan ben je er uiteindelijk. Dan win je het potje. Eigenlijk is dat heel erg simpel, hè. Ik weet niet of we hier eigenlijk een. En zo kun je zagen. Dat is ook vet. Klink. Auw. Iemand heeft de boomer, zoals het heet, opgepakt. Dat is een rocket launcher. Die ligt hier, eigenlijk normaal gesproken. Hier ligt die.
En na een, volgens mij 2-3 minuten, komt die boomer weer terug. Oh, iemand, een boomer van ons, ziet de killfeed in beneden. Rood, dat zijn de slechterikken. En geel, blauw zijn de goede gasten. Iemand heeft een sniper gepakt. De sniper ligt dus in dit torentje. En, ja, oh, die gaat... Oh, dit is de... Vriendelijk, dit is mijn vriendelijke. Het is eigenlijk een slechterik natuurlijk. Maar, het is eigenlijk heel erg simpel. Dit is ook zo vet eigenlijk. Het koffersysteem. Ik zie al dat er boven... Oké. Als het goed is hebben ze co-sponsoren hier nou, ja. Oh nee. Spawns swapped. Betekent dat ze aan de andere kant gaan spawnen. Ik heb 2 kills gemaakt. Nou, die gasten zijn echt super slecht. Ik ga denk dood. Oh. Even kijken. Hij is dood. Mooi zo. Nou, maar dit was een easy overwinning deze ronde. Het is best op 3. Dus. In principe is een potje zo afgelopen. 2 kills, 2 deaths. Nou, we gaan even kijken. Het begin is ook altijd leuk als je gewoon naar het punt toe rent. En je maakt het zeggen, je gaat zeg maar het duel aan met de tegenstander. En dat is hier bijvoorbeeld. Ja, heb ik in de gaten. Wow! Wow! Ik ben snel dan. Sommige mensen doen ook bijvoorbeeld, gaan ze eerst hun eigen, allemaal hun kogels wegschieten. En dan doen ze een active reload, zoals dat dan heet. En dan zijn hun kogels sterker. Dus, maar ja, dat vind ik een beetje, nou, weet niet, een beetje gay. Je kan dus ondertussen gewoon onder je spawn, kan je gewoon meekijken met je medespeler. En eventueel als je in party zit natuurlijk gewoon tips geven. Tips geven. We gaan kijken of we erin kunnen. Mm. Best wel jammer. Dit is dus wel een van de mappen die we vroeger altijd speelden. En zijn ook trouwens in alle... 3 de Gears of Wars zijn ze uitgekomen. Oh, 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 oh. Revive me. Oké, goed zo, goed zo. Oh, dit is wel vet trouwens. Wow. Grafisch gezien is het wel een hele upgrade. Tering. Dat had je niet in de oude Gears, maar... Even kijken hier, even kijken daar. Zo kijken. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ze wel heel erg verdedigend spelen nu. Kijk, ik probeer al een beetje aan te vallen, maar wij hebben nog maar... Oh, wat een mazzel. Even een curbstompje, ook lekker. Ik heb mazzel trouwens. Ik ging eerst voor die andere kill, die andere was downgeschoten zoals het heet. Dan kun je een executeren kun je hem dan. Dat is ook wel super vet. En met elk wapen kun je ook een andere executie doen. Daarmee kun je dan weer achievements halen en bla 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 bla. Ja, en dan gaan we het even hiermee doen. Auw! Dat moet toch pijn doen? Oh, waar heb ik geraakt? Oh, reload mislukt. Niet zo handig, dat duurt dan even. Oh. Even kijken. Oh, kijk, dat is een nadeel altijd. Moet wel goed kunnen bewegen.
Response depleted. Dat betekent dat we dan bij de laatste vier dingen aan zijn gekomen. Ik spawn dus nog één keer. Tegenstanders hebben dus in totaal nog 9, hè? 5 plus 4. Dat is 9 natuurlijk. Oh, oh my god. Dat was echt super slecht. Maar dan gaan we meekijken met onze medespelers. Maar ze zijn wel heel erg afwachtend aan het spelen, moet ik eerlijk zeggen. Op zich is wel super vet dit, hoor, dat je mee kan kijken. Dit is ook helemaal veranderd. Vroeger had je niet zeg maar de onderslaan van wat hun statistieken zijn, zeg maar. Hier, je kan alles bekijken nu. Wel cool. Kijken met zijn sniper mee. Hij heeft een sniper. En wat gaat hij doen? Oeh. Oh! Headshot, bitch! En een granaat kreeg hij naar zich toe. Die liggen trouwens ook in het veld. Granaten. Die liggen als het goed is voor dat midden gebouwtje, zeg maar. En dan in het midden. Eén man. En hij spawnt achter hem. Ja, dat is een beetje pech hebben. Nou, dat betekent nog dat we een derde ronde gaan spelen gewoon. 5-6. Geloof me, dat zijn gewoon normale scores hoor. 5-6. Het is niet zo dat je dan slecht bent of zo. Dus je maakt gewoon niet veel kills in deze game. En je hebt ook maar 15 kills zoals je kan zien. In het begin. Of 14 en 15. Oké, jammer. Oh, ik heb wel die gast gekillt met de boomer. Met mijn granaat. En gelukkig duurt dit ook niet zo heel lang, spawn. Maar het is wel goed dat het erin zit. Home protection. En spawn delay. Gaan we kijken hier. Oké. We gaan even kijken of we daar naartoe gaan. Even naar de andere kant. Via dit huisje. Hier ligt zoals het heet een hammerburster. Boven. Even een active reload. Oh my god. Oh my god, ik word geraakt. Ja, ik ga dood. Ah, die gasten moeten weten, hè, de medespelers, dat je eigenlijk altijd aan die overpowerde wapens moet gaan rennen. En daar het duel om moet gaan. Anders word je zo geoond met die dingen. 44 punten. Assist erbij. Ja, ik heb hem down. Ik heb hem down. Maar hij is gerevived. Active reload. Ah, jongen, kom op. Oh, kom op. Goed zo, dankjewel. Revive, jongen. Voor mij kan je 3 keer down gaan om een... Fuck, reload mislukt. Oké, pas op jongens, ze gaan die boomen pakken. Waar ligt die? Is die boomer nou helemaal weg? Of normaal gesproken ligt die daar wel? Fuck! En dan ga je lang kijken en dan word je gesniped. Geniaal is dat. Oh, we zijn ook met 3 man. Dat is best wel kut. Dat is wel een nadeeltje. Als je een beetje met 2 of 3 man bent elke keer, dan word je een beetje keihard geoond natuurlijk. Oké. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Damage. Veel damage.
Nou, dat kan toch niet waar zijn? Oh my god! Oké. Okay. 3 tegen... Ja, oh, we hebben wel een mannetje bij hier. Oh, lekker! Oké. Okay. Nice, jongens. Oh. Hey. Nou. Lekker. Sniper is voor ons gepakt. Ja, dan moet je wegrennen. We gaan je hunten, jongen. Hij heeft een langere active reload dan ik. Dan ga ik het verliezen, jongen. Hun zijn in de laatste 4 kills. 4 levens, zeg maar. En wij zijn in de laatste 5 levens nu. Zo te zien. Ja. Kijken of ik die granaat even kan oppakken. Oh, fuck! Waar komt hij vandaan? Mm. 4 tegen 4. Oeh. Oh. Ja, we hebben een kill erbij. Goed zo. Laatste leven. 4 tegen 3. Even die fucking boemer halen. Ja, in ieder geval die boemer. Die bullshit, hè. Wat? Bitch! Nog eentje. Waar zit die laatste? Was niet dood door die bommer, hè? Bommer gewoon op zijn kop en hij was niet dood. Jezus. Oké. Okay. Nog eentje, die gaan we even hunten, jongens. 1 tegen 3. Sniper respawn? Nee, geen sniper. Hallo, kickball. Leuke. Oké, okay. Headshot was een beetje overdreven, maar... Wat heb ik? 10-11. Ik heb min uiteindelijk. Nou ja, maakt niet uit. We winnen in ieder geval het potje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en vergeet niet een blauw duimpje omhoog te geven. En dan zal ik ook nog even de andere map laten zien vanmiddag. Kijken of dat een kortere wedstrijd zal gaan zijn. Dan heb je ook een crossbow en zo. Dat is ook wel super vet. Dus... We gaan eventjes omhoog. En we zijn level 4. Oké, jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. En bye bye.